Het tweede deel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program PURP 2 zal over 2 maanden plaatsvinden, vertelde PURP Program Manager Natasha Deul vandaag tijdens de persconferentie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het project zal lopen tot en met 2029. Parking policy, ook een belangrijke studie waarmee we aan het afronden zijn. Het houdt in dat er een aangepast beleid komt voor het parkeren in onze historische binnenstad. Wij beginnen namelijk achteraan bij het historische binnenstad, maar het is de bedoeling dat we het doortrekken naar andere delen, de commerciële delen van onze binnenstad in Paramaribo. Dus hoe wij gaan parkeren, de regels die daarbij zullen gelden, parkeermeters, parkeerwachters, dat komt allemaal nog ter sprake, including een initiatiefwet. Irene Willemberg, beleidsadviseur op het ministerie, geeft aan dat er tijdens het PURP 2-project archeologisch onderzoek zal plaatsvinden aan de waterkant. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn in volle gang. En in voorbereiding daarvan zijn er ook verschillende trainingen gevolgd in Nederland met betrekking tot scheepsarcheologie en in zaken de conventie van onderwatercultureel erfgoed om de grote kans dat we materiaal vinden bij de waterkant daaromtrent dat we dat ook fatsoenlijk kunnen conserveren en behouden. De bedoeling is dat we verder gaan met beleid en ook de processen die er op dit moment zijn, dat die beter af te stemmen met de stakeholders. En ook de samenwerking tussen ministeries waar archeologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden, dat het ook gestroomlijnder zal zijn. Volgens Willemberg zal de archeologische dienst worden uitgebreid.